Lijfstraffen tegen kinderen moeten tot het verleden gaan behoren. De Stichting Kinder- en Jongerentelefoon, KJT, die zich hiervoor beijvert, heeft het project Opvoeden met Liefde, Begrip en Geduld in uitvoer. In dit kader organiseerde de stichting op woensdag 20 juli 2022 het symposium Opvoeden met Liefde, Begrip en Geduld, A Call for Action. Vanuit verschillende invalshoeken werd opgeroepen tot het bannen van lijfstraffen. Ook minister Urakit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en parlementsvoorzitter Marinus B. waren aanwezig. Ja, lijfstraffen toedienen in de opvoeding omwille van disciplineren van kinderen. Ja, als we kijken naar het onderzoek dat gepresenteerd is door mevrouw Terborg, dan kunnen we praten van een diepgewortelde gewoonte. En als je luistert naar de discussie die er is gevoerd, dan hoor je ook dat het zo diep zit en dat het voor sommige mensen nog steeds iets is dat moet. Want we geloven dat pas als je kinderen slaat, ze goed uitkomen. En dat het niet anders kan. En er worden vergelijkingen gemaakt met, weet je, andere landen waar kinderen ontsporen. Wat ook aan de orde is gekomen is natuurlijk, wat duidelijk is gemaakt, is niet het ontbreken van slaan of het niet slaan van kinderen maakt dat ze ontsporen. Er zijn andere factoren die maken dat het kind ontsporen. Waarschijnlijk geen aandacht, geen liefde, weet je, andere dingen. Dus omgekeerd. Het goed uitkomen in de maatschappij, succesvol zijn, dat kan je ook niet. Daar kan je ook geen relatie mee leggen dat omdat je bent geslagen, ben je goed uitgekomen. We hebben mensen in de zaal, we hebben voorbeelden, testimonials, die aangeven dat mensen evenzeer goed uitkomen en succesvol zijn als ze niet geslagen zijn. Het voordeel is wel van het niet slaan, dat maakt dat de relatie tussen die ouder en dat kind beter is. En dat het kind geen dingen als onzekerheid en angsten ontwikkelt. Dus als je het op de weegschaal zet, dan blijkt uit het panel en alles wat ze hebben gepresenteerd, dat het opvoeden zonder slaan meer voordelen heeft. Wat is uw ervaring als directeur Stichting KJT? Ja, nou, we hebben veel ouders die bellen, die met het hand in het haar zitten. Omdat zij zeggen, die kinderen luisteren niet, ze weten niet meer wat ze met die kinderen moeten doen. Wij zien het ook in de samenleving. Nu heb je in de samenleving een beetje eigenlijk het sentiment van, zie je wat deze jongeren doen? We moeten, het komt doordat we vrijer opvoeden en niet slaan. Nou, ik denk dat we een gesprek moeten gaan hebben met die jongeren om te horen wat er aan de hand is. Want wat wij aan de telefoon horen en wat wetenschappers zien en psychologen zien, is dat juist door het slaan kinderen zich verwijderen van hun ouders. Ze voelen zich onbegrepen. Ze hebben pijn. En wat maakt dat een van de testimonials, een van de personen die hier zit en zegt, ik ben geslagen, zegt, ik ben uit huis gegaan. Ik ben een dag naar school gegaan en ik had ingepakt en ik dacht, dit stopt vandaag. Dit is de laatste keer dat ik geslagen word.